Op deze prachtige zonnige dag in juni zijn we op de open dag van de roeivereniging. Die zit hier aan de rand van Kuik, Katwijk, Linde. Ja, wat is het precies? In ieder geval roeivereniging de drie provinciën. En bij mij heb ik mevrouw... Dorine Pepping. Goedemorgen. Ja, Dorine, een prachtige plek hier, hè? Dat is absoluut waar. Het is geweldiger aan het water. Hè? En je zei al, de drie provinciën. Onze roeivereniging ligt ook op de grens van de drie provinciën. Dat hoef ik jullie niet te vertellen. Gelderland, Brabant en Limburg. En ook op de grens van het water van de Krijmergsplassen en de Maas, Plasmolen enzovoorts. Wij zijn een burgervereniging, zoals dat heet. Hè. Veel mensen kennen het roeien van de studententijd. Veel studenten roeien. Maar wij zijn een burgerroeivereniging. We hebben natuurlijk veel oud-studenten die hier roeien. Maar ons ledenbestand kent leden van 6 tot 86. We hebben alles. We hebben jeugd, we hebben volwassenen, we hebben oudere mensen. En het roeit ook allemaal. Het roeit hier allemaal ook door elkaar. Mannen, vrouwen, geen punt. En we hebben ook mensen die het gewoon heerlijk vinden om af en toe een uurtje te komen roeien. Mensen die het leuk vinden om een keer een tocht te doen. Bijvoorbeeld de Weerribben, Zaanstreek, tochtje door Amsterdam. Maar we hebben ook mensen die graag wedstrijden roeien, die trainen voor wedstrijden. En die op die manier invulling geven aan hun roeien. Ja. We hebben heel veel instappers op dit moment. Mensen die hier een cursus komen doen. Een week of 10. En daarna krijgen ze nog een heel stuk begeleiding in het roeien. En daarna gaan ze kijken wat ze willen. Wil je aansluiten bij een club die heel fanatiek is? Of zeg je van nou, als ik zo op de zondagmorgen een keertje rond kan peddelen, vind ik het al helemaal prima. Maakt niet uit. We hebben voor iedereen plaats. Ja. Ja. Je zegt al van je wordt begeleid of zo. Het is niet gewoon een gegeven van nou, je stapt in een bootje, je pakt een roeispaan en wegwezen. Ja, dat is absoluut niet waar. Roeien is een bijzonder technische sport. Op het moment dat je in die boot stapt en je hebt je twee riemen, je hebt je hendels, weet je niet wat er gebeurt. Je moet dus echt leren om dat te doen. In het begin is het echt wel pittig. Mensen zeggen in het begin, ik wist niet dat het zo lastig was. Maar eenmaal de slag te pakken, dan merk je ook hoe heerlijk het is als je boot lekker door het water gaat. En jij met je teamgenoten duwt je boot iedere keer weer voort. Ja, dat is echt gewoon een heerlijk gevoel. Ja. Jons, bij de basiscursus krijg je ook theorie. Sterker nog, je doet zelfs een theorie-examen. Dat is geen hogere wiskunde, maar wel dat je even laat zien dat je snapt waar het over gaat. En voor de Maas zijn speciale regels, die moet je ook kennen. Iedereen krijgt hier als je begint een roeibevoegdheid, je krijgt een stuurbevoegdheid op verschillende niveaus. En daar hoort ook een Maasbevoegdheid bij. Want de Maas is inderdaad een ander verhaal, maar hier op de plas ook. Het is tegenwoordig hartstikke druk op de plas. Daar zitten boten met hoge golven en een roeiboot lijkt heel smal. Maar omdat we natuurlijk heel breed uit zijn met onze riemen, kun je die boot heel goed stabiel houden. Maar je moet wel weten hoe. En dat leren we allemaal. Ja. Je zei net al, roeien is voor jong en oud. Nu sprak ik hier net al een paar mensen en die zeggen van, ja, eigenlijk roei ik pas een jaar of 5 of 6. En die mensen die zijn toch al van voorbij middelbare leeftijd. Dat kan gewoon. Dat kan absoluut. Ik roei zelf nu 8 jaar. Ik was 50 toen ik begon met roeien. En dat kan. Het is wel een technische sport, maar het is wel een sport die iedereen kan leren. En je kunt ook in zo'n roeiboot heel goed zelf bepalen met hoeveel kracht jij het roeien toepast. Techniek is eigenlijk nog veel belangrijker dan kracht. En daarom kan ook iedereen het. Het is heel goed voor je lijf. Als je het op een goede manier doet, als je die techniek onder de knie hebt, krijg je ook geen last van blessures. We hebben een website, daar staan alle gegevens op. En daar is ook de mogelijkheid om contact op te nemen als je heel graag een keer wil komen proeven. Een keer mee wil roeien, een keer met de instructie mee wil doen. Kan altijd, mensen zijn van harte welkom. Ja. Ook buiten deze open dag? Ook buiten deze open dag. En misschien ook wel fijn om te vertellen dat wij mensen hebben uit de hele regio. Hè. We zijn de roeivereniging de drie provincie. We zitten hier in Katwijk-Kuik. Maar onze leden komen vanuit boven Nijmegen tot onder Venraai. Dus van harte welkom. Kijk. Ja. En je bootstallen, dat kan eventueel hier dan? Nou, de boten zijn van de vereniging. Enkele leden hebben een eigen boot die we hier stallen. Maar we hebben geen ruimte om boten te stallen voor niet-leden. Want daarvoor is onze loods te klein. Okay. Nou, dankjewel. Nieuwe leden kunnen zich aanmelden vandaag op de open dag? Absoluut, zijn van harte welkom. Ja. Dankjewel. Graag gedaan, Ellie. Ja.